Coronacrisis. De coronacrisis. Een horrorfilm. De coronavirus. Corona. Toen de coronacrisis uitbrak. Ik ben er blij mee. Dus ja. En we blijven het lekker doen zolang het nodig is. Het verbaast me elke keer weer dat het gebeurt en dat het mogelijk is. En ik ben heel erg enthousiast over jullie. Ja, maaltijd. Je kunt zelf niet naar buiten. Nou, vooral zij hier niet met die corona. Nee. Dankzij het probleem met astma. Oh, snoesjes. Je volgt de instructies en daar probeer je gewoon naar te leven en fit blijven, zeker. Ja, ik hoop dat het niet zo lang duurt, maar... Het is eigenlijk oké zijn met het feit dat je je nu niet op je allerbest voelt. Maar wellicht geeft het ook dingen die je kunt ontdekken, die je anders niet had ontdekt. Yeah. Oh jongens, even anderhalf meter. Wel zonde, ik heb zo'n mooi weer, maar ja... Nogmaals, dit is toch ja, verandering van het leven. Mijn oma ligt hier in het Erasmus MC. En ik wil haar een hart onder de riem steken. Ik weet wat alleen zijn is. Ook nu in deze tijd. Het is heel moeilijk. Maar ik heb gelukkig de kracht, krijg ik, om door te gaan. Iets gevonden. Want de mensen kijken veel meer naar elkaar om. En dat is ontzettend belangrijk. Kijk, je hoort op tijd wat. Hartstikke bedankt. We zien je morgen weer, hè? Tot morgen.